Mijn naam is Etienne Deijnen. Ik ben 58 jaar en woonachtig in Uden. Vier jaar geleden is op mij longkanker geconstateerd met uitzaaiingen in mijn lever, in mijn lymfeklieren en in mijn rug. En ook vier jaar geleden ben ik eigenlijk gestart met immuuntherapie. De informatie die ik gevonden heb via internet bij Longkanker Nederland, die heeft me veel geholpen. Maar wat je daar ook kan vinden is, ze hebben daar diverse boekjes en foldertjes die je gratis kunt bestellen. Waar onder andere bijvoorbeeld een foldertje waar allerlei vragen op staan die je mee kan nemen naar je arts. En vanuit dat foldertje kun je je vragen stellen. Dus heel veel mensen die doen zelf ter vragen, van oh, dit wil ik vragen, dat wil ik vragen. En vaak gebeurt het dan zitten ze bij de arts en door de zenuwen, door de inspanning, vergeten ze de vragen die ze eigenlijk hadden willen stellen. En dat soort boekjes of foldertjes, die kun je ook via de website van Longkanker Nederland bestellen. En die zijn kosteloos. Ook een van de dingen die ik gevonden heb op de website van Longkanker Nederland is een groot stuk informatie over immuuntherapie, wat het precies inhoudt, hoe het in zijn werk gaat, wanneer je er wel of niet in een aanmerking voor kan komen, wat eventueel de bijwerkingen zouden kunnen zijn. Er staat ontzettend veel informatie op waar je iets mee kunt. Er is een aparte kolom. Als je een vraag hebt, een medische vraag, dat je die kan stellen. En die wordt dan ook beantwoord door een longarts. En dat is meestal dat je of dezelfde dag of uiterlijk de dag daarna heb je daar al je antwoord op. Maar waar ook verwijzingen stonden naar de diverse Facebookgroepen die Longkanker Nederland hanteert, waarvan ook dus immuuntherapie. Op het moment dat je de diagnose krijgt, ja, dat is sowieso, dan ga je een onzekere tijd in. En dankzij de Facebookgroep van immuuntherapie bijvoorbeeld, daar kun je je verhaal kwijt en ja, dat stelt op een of andere manier toch een beetje geruster. Het praat ook makkelijker, want het zijn lotgenoten die weten precies waar je over praat. Je vraagt iets en je krijgt daar een antwoord op. Dus ja, het delen in de Facebookgroepen is heel erg belangrijk en daar wordt ook heel veel gedaan. Praat open met je familie, met vrienden, kennissen en ga op zoek op internet en ga kijken naar de Facebookgroepen van Longkanker Nederland, want daar heb je ontzettend veel aan. Daar kun je je verhaaltje kwijt, daar kun je je vragen stellen. En ja, dat geeft toch een stukje gemoedsrust. Ik vind het fijn dat er een organisatie is die opkomt voor mensen zoals ik. Heb je vragen? Kijk op de website van Longkanker Nederland.